Hallo allemaal. Alexa, set timer 30 minutes. 20 minutes. Starting now. Alexa, cancel all timers. Canceling all your timers. Alexa, set timer 30 minutes. Timer for how long? Alexa, set timer 30 minutes. 30 minutes. Starting now. Thank you. En we zeggen weer niks. Oké. Hé, je luistert nog steeds. Pst. Ze luistert wel, maar ze zegt niks. Want ik zag het blauwe rondje beneden branden. En dat is het, in die tijd kun je nog zeggen thank you, want dan zegt ze wat terug. Maar nou zijn ze niks terug. En het licht blijft langer branden. Niet dat ik denk dat ze een eigen leven leiden, want wat je op YouTube ziet, dat is gewoon een ding wat gehackt is. Dat kan gewoon niet anders. Ik geloof er ook niet in. En ik weet dat ze misschien gevoelige informatie doorstuurt. Maar ja, bij het telefoneren wordt dat ook gedaan. Ben je iets op internet aan het zoeken, word je ook... Dus, who cares your shit? Ik niet. En als ik met mijn maten online zit en we zouden afgeluisterd worden, dan zouden ze al gauw verveeld zijn omdat we over een spelletje spelen. En dan zeggen we bijvoorbeeld, ja, we moeten D-vakken moeten we aanpakken. En dan spelen we Call of Duty bijvoorbeeld, of iets anders, of Star Wars. En, nou, dan zijn ze al gauw verveeld en dan hangen ze vanzelf wel op. Dus ik maak me geen zorgen. Ik kan niet wachten tot mijn nieuwe Panasonic morgen komt. Ah, 20 jaar heb mijn oude Panasonic uitgehouden. En het was een hele duur, want ik heb er bijna 250 gulden voor betaald. Ja, in die tijd heb ik hem toen gekocht. 20 jaar terug. Nou, misschien 19 jaar terug. Maar ja, het was een hele duur. Maar de goede die ik nu gekocht heb, is ook een hele duur. Want het is 269 euro. Maar ja, het is wel kwaliteit wat je koopt. Je kan wel zo'n... Als je een dingetje kopen, dan moet je met vragen, moet je weer een nieuwe kopen. Nee, ik koop wel een lekker dure. Het is tenminste kwaliteit dikke pannen, in plaats van dat het bijbomen metaal is. Als je het niet kan betalen, oké, daar heb ik een begrip voor, maar ik kan het wel betalen, dus... Dan ga ik niet goedkope dingen kopen, omdat het goedkoop is. Nee, ik betaal gewoon duur voor de dingen, voor dat soort dingen. Voor mijn cola boeit het me niet. Ik haal altijd van Appie 6 flessen. En dan ben ik nog goedkoper als dat ik 4 flessen van de coca neem, bijvoorbeeld. En dat doe ik alleen maar voor de simpelheid. Dan hoef ik niet zo vaak naar de Albert om cola te halen. Want ik doe er nou het een dag langer mee. En 2 dagen zo. En dan is het alweer zaterdagochtend. Ja, je ziet het niet, omdat ze beneden zitten. Maar kijk, het is al aardig licht. Wow. Wat sloof jij uit, hé. Halleluja. Wat vallen de blaadjes binnen? Oh nee. Hé, ze hebben me van de praatzender afgehaald. Latijns. Ah. Ik heb toch andere zenders ook geïnstalleerd? Wat doe? Alsjeblieft zeg. Kloot hebben, Edwin. Nederlands, elektronisch, focus, gevarieerde muziek, griezelen, hip-hop, hoendpapa, Japanse volk, metal, liefde, koude feestdagen, New Age. Singer-songwriter, zou ik een eer doen. Zomerparade, dat lijkt me wel leuk in de herfst. Even luisteren. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Hij staat op zijn zachtst, hè? Dat is wel een voordeel dat ze beneden zitten. Even veranderen, laag. En dan hoor je die radio toch niet.
Ik weet niet of je een kopje klein krijgt, maar ik hoorde, ik heb al een keer gehoord laatst. Heb ze weer een haarzenwerkdoek op de grond laten leggen? Haarpokkeding naar ze in je thuis. Zak, whatever. Sleepy, bij jou. Waar ook. Ja, te werk. Aan de brandweer die een baby redt. Klein kind. Yeah. Wat was dat nou? Ik hoorde een Oh ja, de held. Dat is echt een held. Komt er een mumie aan, die springt in de armen. Oh, wat een held. Die kan het ding in de fik steken. Dat linde, dat brandt goed hoor. Ja, twee honden vechten om één been en de derde loopt ermee weg. Hè? En dat is hij in dit geval. En als ik zeg vechten, ja, ze vechten om dat ding. Kijk, daar gaan ze. Twee vechten er en de derde denkt, oehahaha, vechten. Dat zeg ik, twee honden vechten om één been en de derde loopt ermee. Dat loopt ermee heen, whatever. Ze geeft me nooit zo blank en maak me niet zo druk om hoe je iets uitspreekt. Wij zeggen in Amsterdam geen koelkast, maar ijskast. Gastel. Dus. En dat is mij zo geleerd. En ik zal ook nooit afwijken van mijn Amsterdams. Want ik ben in Amsterdam en ik blijf in Amsterdam. En dan kan ik wel heel politiek gaan denken van Amsterdam is niet meer het Amsterdam van vroeger. Nee, helaas niet. Ik vind er maar weinig Amsterdammers hier. Debatconfrontatie. You by time. Ja, daar wel wat. Dat is niet voor jou. Nee, dat wou ik niet zeggen. Zij redden wel op school, daar maak ik me geen zorgen over. Ik ben aan het lezen in boeken snuffelen. Zij redt er zich wel op school, daar maak ik me geen zorgen over. En jij bent toch klaar met alles? Ja, het tentamen kan je ook niet maken, dus dat is goed. Het tentamen kan je ook niet maken, want dat doe je op school. Kijk, maar die presentatie had ik al lang klaar, dus dat is nou niet meer te doen. Dat bedoel ik. Dat kan je iedere vrijdag kan je doen. Tot het laatste semesterdag. Dus ik had wel tijd genoeg gehad, maar waarom wachten het als je het meteen kan doen? En dan goed, dan heb ik even twee keer moeten helpen met de huiswerk. Nou, één. Drie keer zelfs, ik heb er net ook één keer geholpen. Ze hebben wel weekend, maar om nou de hele tijd achter die boeken te zitten tot in de nacht, dat vind ik ook niet leuk. Dus dan gewoon, doet zij er twee, neem ik er één voor mijn rekening. Oh, ik Alexa. Alexa. I didn't understand that. Oh, set timer 30 minutes. Second timer. No, cancel second starting timer. Now. Do you want to name this timer? Ah, ik heb er al eentje gezet. Alexa, cancel second timer. You have two timers on this device. Yeah, a 20-minute timer with about 19 minutes and 52 seconds left, and a 30-minute timer with about 21 minutes and 33 seconds left. Which one do you want to cancel? The second. 30-minute timer cancelled. Yes. Alexa, how many times are you active? Sorry, I don't have an answer for that. Alexa, how long is the timer? You have 19 minutes. Yeah, okay. Yeah. Thank you. En dat zeg ik. Ik weet niet of dat standaard is dat ze weer terug zijn, maar heel af en toe zegt ze van you're welcome or anyway, whatever, zo gezegd.
Ik weet het niet. De ene keer zegt ze het wel, en de andere keer zegt ze helemaal niks. En dan zegt ze het weer 10 keer achter elkaar. Kijk, de ideale familieverhouding. Nou, oké, vader valt een beetje buiten boord, maar goed. Hij zit wel bij de familie. Zo was het bij mij ook. Toen mijn kinderen nog klein waren, ik had ze. Ik zat achter mijn computer. Mijn andere zoon zat achter zijn computer. En mijn andere zoon zat achter zijn computer. Want ik had 3 computers staan. En gingen we allemaal spelletjes spelen. Niet meteen natuurlijk, want we gingen smiddags altijd even naar de speeltuin. Even een paar uurtjes rollendollen daar. En dan was het meestal tegen etenstijd dat ik terugging. Dan gingen ze douchen. Nou, dan trok ik ze een pyjamaatje in. En dan mochten ze nog 3 uurtjes achter de computer. Dus, zo zaten we dan met z'n 3 achter de computer. Dus het is niet zo dat ik alleen maar met mijn kinderen achter de computer zat. De laatste 3 uurtjes. Mijn oudste die gaat mijn kant op. Of de jongste die gaat mijn kant op, de oudste niet. Hij heeft een computer, maar. De laatste keer ook dat hij zei, pa, ik heb denk ik al gewoon 2 jaar niet meer achter de computer gezeten. Ze zijn nou volwassen, dus ja. Ja, ja hey, hoor, wat je zelf wil, met mijn andere zoontje. Ja, pa, ik wil hoor. Ik heb gespaard, ik ga een high-end computer kopen. Dus ik heb hem aangeboden om er eentje voor hem te bouwen. Dan heb ik gezegd, van, dan neem ik de kosten wel voor, want hij zit nog steeds met zijn studie. Dus ik heb het onderdeel opleggen. Dus dan maak ik voor hem een high-end system. Ik moet alleen even een processietje kopen. Nou, ik zit een beetje te twijfelen. Het wordt wel een i9. Maar de 9900 of die andere, die hogere. Moet ik even kijken. En die breng ik dan even langs studiehuisje waar die een kamer heeft. En dan kunnen we hem daar neerzetten. Ja, pa, ik studeer ook hoor. Ik zeg, ja, joh, dat geloof ik ook wel. Ik kan niet zeggen, ik zit zelf mijn tijd te verkemen. Ja, het is mijn keuze, ik wil het. Hetzelfde, mijn collega van me. Ja, ik kan niet geloven dat je gelukkig bent. Ik zeg, kan jij in mij kijken? Nee, ik zeg nee. Ik zeg, als ik achter de computer zit, ben ik gelukkig. Ja, maar hoe kan dat nou? Ik zeg, als ik hier ben, denk ik al aan welk spelletje ik ga spelen. Of als ik met een spel bezig ben en ik kom er niet uit, dan zit ik hier altijd te bedenken, wat kan ik beter doen? Als het tegen 4 loopt, dan begint mijn hart al sneller te kloppen, omdat ik weet dat ik thuis ben en binnenkort naar huis ga, dat ik achter een computer kan. Ik zeg, hij drinkt, ik zeg, wat jij met alcohol hebt, heb ik met mijn computer. Ik zeg, ben jij gelukkig? Hij zegt, ja. Ik zeg, dat kan ik niet begrijpen, want ik kan niet begrijpen dat als je alcohol drinkt, dat je gelukkig wordt. Ik drink zelf geen druppel alcohol namelijk. En dan zegt hij ook van ja, maar het is toch anders. Nee, het is hetzelfde. Ik zeg, maar ik ben liever verslaafd aan mijn computer dan dat ik een alcoholist ben. Want hij heeft al een waarschuwing gehad dat hij erop op het werk kwam. Dus ga niet mijn verwijten maken als je zelf een verwijt hebt. Ik ben gelukkig. Ik heb niemand nodig. Die tijd is geweest. Het heeft 12 jaar van mijn leven gekost. Ja, ik ben 12 jaar getrouwd geweest. Want dat ben ik. Ik had totaal geen interesse in een verhouding. Ik had geen interesse in kinderen. Ik dacht altijd van, oh, ik ben een man, ik moet een vrouw en kinderen hebben. Terwijl ik wist dat ik dit niet wilde, maar toch deed. Kinderen heb ik niet zelf willen, maar mijn ex heeft mij besodemieterd met de pil. 2 keer aan toe. En de eerste keer had ik het niet door. En toen ze helemaal zwanger was, had ik hem wel door. Dus de tweede keer dat we het deden, jaren later was dat natuurlijk.
had ik wel dus een streepje van de pil gekeken. En die woensdag was eruit. Dus ik denk, ze heeft de pil ingenomen. Dus, atje, lol, pats. Ja, en natuurlijk, een week later, zwanger. Bleek dat ze, dus dat ze die pillen werd weggegooid. Dus dat was voor mij ook meteen het einde dat ik haar aanraakte. Want ik vertrouwde het voor geen meter meer. Dat heeft uiteindelijk mijn huwelijk gekost. Dat kan me niet schelen. Ik ben juist blij. Want nu ben ik alleen. Als ik thuis kom, is het stil. Nou ja, mijn kat niet voor eten komt, maar hè? Het is stil. Ik hoef met niemand rekening te houden. Ik kan eten wanneer ik wil. Niet het gezeik van, wil je even boodschappen doen? En dan was mijn vraag altijd, wat heb jij de hele dag gedaan, hè? Ik kom van mijn werk. En dan moet ik nog even boodschappen gaan doen ook. Moet ik nu ook, maar ja. Tegenwoordig heb je online bestellen. Op mijn werk vul ik mijn lijstje in en dan wordt de volgende dag wordt het geleverd. Hoef ik de deur niet uit. Ik heb het nog geprobeerd met een vrouwtje. Hadden we een latrelatie. Dat vond ik perfect. Als je zin in elkaar had, ging je er naartoe en was je klaar, ging je weer naar huis. Machtig. En het is, ik denk, 4 jaar zo goed gegaan. Op de duur zegt ze, ik kom bij je inwonen. Bij je wonen. Ik denk, nou, het gaat zo goed. We doen het. Ik zeg maar, ik geef geen garantie dat het gaat. Dus hou wel je huis aan. Dan ging ze mee akkoord. En het heeft een week geduurd. Toen voelde ik mij weer gevangen. Ik heb tegen haar gezegd van, ga alsjeblieft mijn huis uit. Ik wil het wel samen als latrelatie, maar niet meer dan dat. En dat wilde zij weer niet. Dus dan is het einde. Pech uit. Dat was laatst ook. Dat moest ik voor... Wat was dat ook alweer? Greta, als ik die naast zie, dan moet ik steeds een collega van mijn dingen zeggen. Die heet ook Greta. Oh, even terug. Dan gaat het lampje uit. Waar had ik het over? Het is gewoon een boek. Oh ja. Reset. Oh, cheats. Reset. Oh, jij bent het niet. Wie houdt het boek in zijn handen? Ben jij dat? Wie houdt het? Jij. Reset. Zo. En dan mag jij de boek in je tas hebben, alsjeblieft. Hartstikke idee. Oh ja, het was voor een uitzendbureau voor wie ik wilde werken. Moest ik op de deur, gingen ze een pedagogische test of zoiets. Moest ik online invullen. En ik ben heel eerlijk. De vragen heb ik ook 100% eerlijk ingevuld. Maar er kwamen onder andere vragen van, bent u alleen? En ja, ik ben alleen. En er stonden er 2 vragen van, bent u gelukkig en zou u anders willen? Zou ik niet anders willen gekozen? Heeft u familie in de omgeving? Geen contact met mijn familie. Die optie was je niet, maar dan kon je onderin vullen. Bent u gelukkig? Ik zou niet gelukkiger kunnen wezen. En meer van dat soort vragen. Dus op de deur belt dat vrouwtje van het uitzendbureau. En ze zegt, ik heb nu een vragenlijst gekeken, maar
U vindt het prettig dat u alleen bent? Ik zeg ja. Nou, zegt ze, dat kan ik niet geloven. Ik zeg, maar toch is het zo. Ik moet geen gezeik hebben als ik van mijn werk thuis kom. Ja, u bent er wel van overtuigd. Ik zeg, ik ben er niet van overtuigd, het is zo. Hetzelfde. Ik krijg op de duur krijg ik bericht van een notaris over een erfenis. En ik lees dat. Ja, ik ben niet geïnteresseerd in die erfenis. Ik heb al 10.000 jaar geen contact meer met die gasten. Dus flikker op die erfenis. En ik ga mijn leven verder leven. Kom maanden later, komt weer zo'n buurmakker open. En als ik niet reageer, dan gaan ze een incassobureau naar me sturen. En ik denk, what the fuck? Dus ik bel dat bedrijf op. Ik zeg, ja, ik krijg van jullie een bericht over een erfenis. Ik zeg, maar ik heb geen interesse in die erfenis. Dus die vrouw zegt, ja, maar het gaat wel om heel veel geld. Ik zeg, ja, maar ik ben niet zo. Ik zeg, ik heb... In 1977 heb ik ze voor het laatst gezien. Daarna niet meer gehoord, gebeld, gezien, wat dan ook. Geen contact, totaal niet. Ik zeg, nou is mijn neef overleden. Hoef ik zijn geld niet te hebben. Ja, maar heb u geen kinderen? Ik zeg, mijn kinderen kennen die familie al helemaal niet. Ik zeg, nee, ik ga mijn handen niet vies maken. Geef het geld aan een goed doel, dan vind ik het prima. Nou, het is niet zo makkelijk om er vanaf te komen, maar uiteindelijk, ja, oké, we sturen u documenten toe, die moet u tekenen en een kopie van uw identiteit mee sturen en dan bent u er vanaf. Ik dacht, oké. Dus het vrouwtje dat zegt, maar meneer, dit heb ik nog nooit gehoord. Ik zeg, denkt u dat ik geld ga aannemen van mensen die ik al ruim 40 jaar niet gezien heb? Die zei, nee. Ik zeg, bij leven niet, bij dood ook niet. Nou, ze zegt, ik sta te klappen om mijn moren, dat heb ik inderdaad meegemaakt. Dus ja, dat ben ik, klaar. Dus ik krijg uiteindelijk krijg ik die papier, ik heb ze meteen ingevuld, mijn creditcard gescand. Mijn creditcard, ik heb geen creditcard, mijn ID. En ja, een envelopje gedaan en opgestuurd. Ik weet dat mijn familie van mijn overleden moeder rijk is. Ja, dat weet ik. Mijn familie is ook rijk. En vooral in Duitsland zijn we groot. Maar zelfs als er in Duitsland iemand uit zou gaan, zou ik het geld niet aan hebben. Want ik heb ook met hun heb ik al 100 jaar geen contact. Dus nee hoor. Ik zeg altijd zo, ik ben niet vies van waar het geld afkomt, maar ik heb zo wel mijn principes. Siebe Bibo! Het was ook lachen dat de muren te vallen, dat we een kopje pauze hadden. Ik werd weer gebeld om zeker te zijn dat ik het wilde. Dus ik zit net met mijn collega's een bakkie te doen, dus ik ben met mijn Chris. Ja, u hebt laatst telefonisch contact gehad. Dat u hebt gezegd dat u die erfenis niet wilde. Ik zeg, nee, ik wil die erfenis ook niet. Nee, zegt ze, maar we moeten het twee keer vragen. Want het kan zijn dat u zich bedenkt. Ik zeg, nou, ik bedenk me niet. Ik bedenk me nooit. Ik zeg, ik heb de reden gegeven. En daar blijf ik heilig achter. Nou, oké. Nee, we gaan niet. Punt 1, we zijn niet uitgenodigd voor een bal. Punt 2, wij hebben niemand uitgenodigd voor een bal. Punt 3, waarom zou ik naar een bal gaan? Ik heb gezegd, ik ga niet naar een bal, want ik ben al geweest. Pas wanneer we het einde jaar zijn, gaan we naar het eindbal. Want dat is waar een bal om gaat, dat als wat ze in Amerika hebben. Eindejaarsstudenten die geslaagd zijn, gaan naar het bal. En niet tijdens het jaar. En Sims is Amerikaans, dus ze weten het zelf. Want ik zat op YouTube te kijken naar iemand, een Amerikaan, die zegt, oh, er zijn wel erg veel... hoe noemen ze het in Amerika ook weer? Proms. Every Saturday. Dus ja, ik als zoiets van, oké, dat is daar dus ook niet.
Net zoals het beenhaar, ik vind dat je dat moet kunnen uitzetten. Zij hebben er gelukkig geen last van. Heb jij er eigenlijk last van? Want jij bent een tiener. Heb jij Nee. Als ik naar de spiegel ga, kan jij je dan scheren? Ik zie geen haren bij je, dus ik... spiegel. Ja, ik heb de meeste spiegels uit mijn huis gehad, want ik dit scheids, ik vind die gasten steeds aan het gezicht altijd te plukken. Gezichtsreiniger aantrekken. Nee, oké. Top. Nou ja, gezichtsreiniger kan je altijd wel even aanbrengen. Ken jij dat trouwens ook? Je hebt het oude, dus ik denk niet dat het voor jou geldt. Nee. Is het dan wel uit te zetten? Nou ben ik... Alles uit. Ja, vooral die bij die weerwolven binnen moet heel houden. Niet in mijn normale... Acne heb ik uit kunnen zetten, ja. Alleen haren, daar is niks over, staat er niks over in. Terwijl er wel met die update is gekomen. Maar ik vind dat moet je ook een optie in hebben. Om het te doen of niet te doen. Of ik vind het ook, ik vind het wel erg dat ik mij moet scheren. Gelukkig hoeft dat maar één keer in de week. En ik doe het altijd op vrijdag, want dan zeg ik altijd even de werkweek van me aftoetsen. Zo noem ik dat. En dan meteen even scheren. Mijn kop ook meteen kaal scheren. Ja, niet tijdens het douchen hoor. Dat doe ik ervoor. Want dan heb je hebt altijd die haren op je rug zitten die er niet af zijn gevangen. Je hebt altijd een netje op het doucheputje zodat daar die haartjes in komen. Want dan zit je putje binnen no time verstopt. We zitten weer beneden te genieten. Ja. En ja, ik weet dat ik snel geld kan maken door geldbomen te kopen, maar dat wil ik niet. Het is geen vals spelen, want het is iets wat het spel aanbiedt. Jij hebt 10.000, dat kost een boom. Nee, ik ga het niet kopen, maar ik wil alleen weten wat die kost. Oh hier, 5.000. Ik zou zo 2 bomen kunnen kopen. Ik maak een afdakkie, zodat ze beschermd zijn. Bloeien ze het hele jaar door. En dan kun je iets van 7, 8 of 9, misschien 10 keer kan je plukken. Dan worden het weer kleine boompjes en dan groeien ze weer op tot wel groter. Nou, dan ben je zo binnen no time, heb je 2500k per boom. Want je moet ze natuurlijk wel upgraden, die bomen. Want hoe beter die bomen, hoe meer ze geven. Nou, ik had laatst had ik ook een lotje met 15 bomen. Nou, mijn geldnood was in één keer om. Ik denk, ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Maar dat was geen rek to riches dan, hè. Meestal één boompie. Als ze de punten ervoor hebben. Maar ik wil dit gebruiken om andere dingen die ze nog niet hebben om open te maken. Nou, op weer het einde van een aflevering. Dat gaat nog altijd hard. Bedankt voor het kijken en ik hoop je in de volgende aflevering te zien. Doei doei! Hallo allemaal, welkom bij deel 8. Het is nu zaterdag, dus eigenlijk mogen ze doen. Heb ik mijn. Wat? Lily is dood? Waar is ze? Mag ik er niet tot leven? Heb jij er in de vriendenlijst? Lily! Niet mijn Lily! Het is een van mijn favoriete karakters om van bier te maken. Niemand kent haar natuurlijk. Waarom krijg ik dan bericht dat ze wegkwijnt?
Niemand van mijn familie kent er. Hoe kan ik dan het bericht krijgen dat ze weg kwijt? Jullie voelen je toch niet zet, hè? Nee. Nou, bij jou valt, kan ik het nu niet zeggen. Maar jij moet ook even lachen. En jij moet ook even lachen. Nee, ze hebben geen setbuff daarvoor, dus... Ik weet ook niet hoe ze dood is geworden. Hoe ze dood is gegaan. Ik heb er helemaal niet in mijn gameplay gezien, want we zitten meer dan beneden, dus... Oh, we hebben boven mensen. Wat? Holy moly. Jij, zijn jullie wel lekker? Jullie zitten steeds vaker boven. Een mooi schilderij trouwens. Ach, ineens. Wat is er aan de hand? Het doet het spel wel vaker dan niet dat hij me gewoon naar de andere kant. En mijn muispunt zit hier, dus dat kan ik niet geweest zijn. Nee, zit hij hier. Over als je leeft. Ja. Yeah. Jullie hebben dorst, denk ik. Ja. Yep. Nou, dan gaan we weer. Oh. Ja, alles is weinig. Ik geef ze gewoon zo. Test of het goede passen nog helemaal is. Ja. Ah, nou begin jij ermee. Rot op. Nee, haar nou is op daarmee. Ik voel er een beetje schaatsziek van. Anders maak ik je niet meer kwaadaardig. Oh nee, dat kan je vergeten, want blijf ze toch doen. Want die Sims hebben af en toe een geheugenstoornis dat ze onthouden wat hun vorige ding was. Ja, maar stuur me dan naar de geest. Oh, wacht. Shift. Nee. Oh, staat ze toevallig voor de deur? Wie staat er voor de deur? Ik hoorde duidelijk de deurbel. Hallo? Zit er een beetje fake aan te bellen? Belletje trek? Ik hoorde de bel. Want ik hoorde dat kloppen vaak niet en het belletje hoor ik wel. Wie belde er aan? Wie is er in huis? Waarschijnlijk, hoe heet ze? Denk ik, want die heeft de huissleutel. Nee, jij bent mijn Sim. Jij bent ook een mijn Sim. Hier is ze niet. Oh, wie komt er aan? Nee, jij bent ook een Sim van mij. Wie belde er aan dan? Ik weet het 100.000% zeker dat er aangebeld werd. Maar zometeen de video terugkijken. Ik hoorde plinkplom. Ah, de radio is stuk. Yeah! Insta-reparatie. Oh, jij doet het al. Oh nee, jij gaat lezen. Oké. Okay. Gelukkig. Oh, dan kun jij meteen die computer even... Nee, niet Command Center. Nee. Same report. Dat heb je toch al gedaan? Ja. En waarom krijg ik die optie nu meteen? Computer ontgrendelen. Kan jij instant upgrade doen? Moet even die add-on weer installeren. Dus voor nu. Nee, niet bestellen. Instant verbeteren. Ja, even je computer, mevrouw. Morgen kunnen we haar computer doen. Jouw computer hoeft er geloof ik niet gedaan te worden. Hè? Jij hebt dat zelf gedaan. Nee, niet te hoog. Ah. Ja, want de brandstofcel die hoeft niet. Betere videokaart. Ja, die is ook gedaan.
selecteren we jou weer. Ik vind het wel aardig dat je weer achter je eigen computer gaat trouwens, want je had achter deze gekend. Claudia. Zo. Ja, ik kan er niks aan doen, Lily. Ja, ik noem er altijd Lily. Dat is de eerste keer dat ik Lily vang. Zij Lily, maar ik noem er altijd Lily. Ik vind het een mooiere naam dan Lily. Als ik nou aan jou kies, krijg jij dan ook meteen bij deze? Nee, dat dacht ik wel. Maar als ik het hier doe, krijg ik wel meteen in beeld. Ga dat eens doen, want ik snap even niet waarom ik die optie krijg. Zeven belangrijke rapporten voorbereiden, voltooid. Laten we even drie doen. Oh, nee, nummer level 5 in de... En hoppakee, ook nog een keer level 5, dat gaat lekker. Heb je daar wat gekregen ervoor? Ja. Dat maar. Staat het er nou weer? Ja, nou ja. Weet je wat? Ga lekker kindje spelen. Wegpiraat. Oh, ik moet mijn spelletjes nog downloaden. Dan kunnen ze tenminste Cyberpunk en GTA spelen. En je zal zien dat ze die heel vaak spelen. Laten we meteen even doen. Want als het goed is, ben ik nog op de website van Morty Sims. Yep! En gaan we hier naartoe. In games. Better console games, PS5, nee. Computer games, dat is het. Kijk, ja, dat weet ik, maar ze werken nog wel. Het is alleen een waarschuwing dat je Sims kan stoppen, blablabla. Maar ik weet dat, dat was met de vorige ook die instant repair, upgrade, is ook hetzelfde, maar dit werkt ook nog steeds perfect. Dus, er is weer een computerstuk. Oh, jouw computer. Kinagen, dan is hij geüpgraded. Insta reparatie. En we zitten alweer op de 21k trouwens. Dus, gaat een goede plan. En trouwens, het is eigenlijk niet nodig. Want dat zeg ik, zodra zij van school het schooljaar afsluit met diploma, dan gaan we over naar het andere huis. Maar ik wil hier blijven omdat ze nou hier op school zit. Oh jongens, mooi. Jullie kunnen straks er weer andere games spelen. Yeah. Dat ga ik na deze video ga ik het even doen. Oh, het is nou wel 9:30, dus het wordt nog één deeltje hier. Alexa, how many time left? There are no timers set. What? Alexa, set timer 15 minutes. Alexa, set timer 15 minutes. 15 minutes, starting now. Thank you. You're welcome. Nou zegt ze het weer wel. Ik wist het, want het oranje licht niet blijft branden. Dus het, als het deze tekort is, het spijt me, maar ik dacht echt dat ik er... Want dan kan ik er nog eentje hierna doen en dan ga ik naar mijn bed. Eerst mijn tanden poetsen en dan mijn bed. Ja, mijn collega ook. Ik doe ze ook op mijn werk, omdat ik een stoffig beroep heb. En dat stof wil ik niet bij naar huis nemen, want het is niet al te gezond. Ik heb beschermende kleding aan en een helm op, een perslucht. Dus ik haal het absoluut niet in. Maar het komt wel, trekt wel door mijn nylonpakje heen dat ik aan heb. Want ik zie het aan mijn benen altijd. Welke container ik gespoten heb, welke kleur. Dus ik doe ze altijd op. Maar ik poets ook 3 keer per dag mijn tanden. Sorry, morgen, smiddag en s'avonds. Dus smiddags, als ik klaar ben met werken, ga ik douchen. Dan ga ik mijn tanden poetsen.
Nee, en dan ga ik verder. En als thuis voordat ik mijn bed ga, ga ik ook tanden poetsen. Mijn collega ook. Toen zei je tanden nou goed werken? Ja. Ik poets ze drie keer. Hij zei, oh nee, ik ga ze twee keer. Ik zei, nee, ik doe drie keer hoor. Ik zeg, ik heb een kunstklapper met alleen nog de hoektanden en de tanden ertussen wat mijn echte tanden zijn. De rest is nep. Ik zeg, maar ik wil het wel even houden. Ik heb een ongeluk gehad met de fiets. En zijn mijn tanden zijn daar tegen het stuur gekomen. En die zijn naar achteren geramd geworden. Dus daar heb ik wolf gekregen. Dus ik moest het laten trekken. Want mijn tanden werden helemaal zwart. En ik kreeg het niet meer weer. Ik kreeg het niet uit. Ik krijg het niet meer, want je tanden rotten letterlijk weg. Dus ik heb op de duur naar de tandarts gegaan en gezegd, trek ze er maar uit, ga maar weer een gebied. Toen zegt hij, ja, boven kan ik het wel doen, beneden de kiezen. Want dat wolf was doorgestraald naar mijn kiezen beneden, die moesten er ook uit. Maar mijn hoektanden en de snijtanden daartussen, die zijn nog echt. En ik heb mijn gebied nu, 18 jaar. Ja, niet dit gebied, dat is ondertussen alweer vanaf mijn 18 jaar terug mijn eerste gebied, laat ik het zo zeggen. Zo lang gaat je gebied niet mee namelijk. Ik krijg nu transplantaten erin gedraaid. En die gaan wel heel lang mee. Ik heb een idee dat hun een relatie gaan krijgen, ik weet het niet. Maar als ik dit zie, dat zijn meestal verliefden die dat tegen elkaar zeggen. Hoe is het tussen jullie? Nou, jullie zijn nog niet... Nee, oké. Dan zou het incest zijn. Volgende. Oh, ik sluit deze aflevering nu af, want dan heb ik precies nog 30 minuten voor de volgende aflevering. In ieder geval bedankt voor het kijken en ik hoop je in de volgende video weer te zien. Doei doei!